Josephine. Dag, mevrouw. Zeg maar even, hè. Mevrouw is thuis gebleven. Zeg een keer, wat heb je allemaal meegebracht? De collectie van Esterella. Van La Esterella? La Esterella. The one and only? Ja. O lieve vrouwentoren. La Esterella scoorde in de jaren 50 verschillende hits. Ze was ook de eerste Vlaamse die internationaal succes had en werd omwille van haar zware stem ook wel de Vlaamse Sarah Leander genoemd. La Esterella overleed in 2011. Hola. Een Antwerps monument. La Esterella. Ah. Ja. Ja. Wat is haar bekendste liedje nu weer, Bie? O lieve vrouwentoren, hè. Een paspoort ook, zeg. Vastnemen. Esther Lambrechts. Een paar jaar geleden overleden. Ik weet niet meer, 4, 5 jaar geleden al. Josephine, hoe kom je daar eigenlijk aan? Ik heb een kamerje mogen leegmaken in bejaardenhuis. Er was niemand van familie om... Die had niemand meer, nee. Want anders had ik het niet kunnen krijgen. Hè. Ja, ja, ja. Zijn dat gehandtekende dingen? Of... Ja, maar ik weet niet eens wie dat allemaal juist is. Hoe moet je zoiets naar waarde schatten? Zoiets, Josephine, hoeveel waarde heeft dat, denk je? Ik durf het niet zeggen, maar... Maar allez, zeg dat maar. Tussen de 10 en de 15.000 euro. En wat ga je dan met die opbrengst doen? Van alles een beetje uitdelen, hè. Ik ben zo geen brasser. Ik ben altijd bezig, ik heb geen tijd voor dit op te doen. Je hebt een groot hart, precies, hè? Ja, veel te groot. Goeiedag. 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 Allemaal. Ik ben Fintje en ik kom een collectie brengen van La Esterella. Interessant. En hoe bent u daar aangekomen? Ik word soms opgebeld voor kamertjes leeg te maken in bejaardenhuizen. En daar heb ik dat gaan opladen. En is er nog meer in de collectie? Ja, of is dit is een selectie eigenlijk? Nee, nee, er is nog meer. Maar ik heb alles niet kunnen meebrengen. Zeg je, wat heeft u nog allemaal? Er handtassen, er portemonnee. Ik kan het allemaal niet voorstellen, want ik heb nog heel veel foto's waar dat ze zelfs uit het vliegtuig van Sabena stapt. Ja, ik ben daar echt in geïnteresseerd. Ja. Kwestie van misschien een veiling daar rond of zo te organiseren met al die stukken. En... Ik zou het zelf willen bijhouden. Serieus? Nee. Maar heel mijn vriendin is enorm fan van La Esterella. Nee. Ja. Nee, boeiend. Dat is mijn verhaal. Hè. Ja, wel. Josephine, hoe was het daar binnen? Gezellig. Je voelde nu op je gemak. Ja. Ja. Was beter dan ik verwacht had. Bij wie wil je eerst binnengaan? Boris. Bij Boris. En dan? Paul. Ja. Bie. Ja. En Patrick. Denk je dat het bedrag dat je in je hoofd had, Josephine, dat dat realistisch is? Het is toppen van wel, hè. Hoe meer, hoe liever, hè. Kan ik meer uitdelen, hè. Wie is er oprecht geïnteresseerd in de nalatenschap van La Esterella en wie is er bereid het juiste bedrag op tafel te leggen? Boris mag als eerste in zijn kaarten laten kijken. Dag, Boris. Welkom. Ja, La Esterella is toch fantastisch? Dat is eigenlijk een beetje de cultfiguur in Antwerpen en zo. Dat is de icoon eigenlijk, hè? Ja, fantastisch. Maar ja, je moet juist iemand vinden die het kan gebruiken dan. Kun je zelf een beetje een schatting geven van... We schatten hem 15.000 euro. Oeh, ik weet het niet, maar nee. Het is het proberen waard. Ik had een bedrag in mijn hoofd waar ik toe zou willen gaan. Het zou rond de 3.000 geweest zijn ongeveer. Wat zeg je daarvan? Dan moet ik dus juist de persoon zoeken. Geen middenweg te zoeken of zoiets, of we kunnen elkaar nergens vinden. Nee. Even goede vrienden? Tuurlijk. Oké, super. Misschien zie ik u nog wel eens terug. Graag.